Nou ja, ik ben begonnen met het bouwen van mijn eigen boot. Ja, eigenlijk een beetje als afleiding, omdat ik slechtziend ben geworden. En thuis kwam te zitten. Ja, ik kom zelf uit de jachtbouw. Daar heb ik van mijn 15e tot mijn 27e gewerkt. Mijn boot is eigenlijk altijd mijn hobby en mijn passie geweest. En dat ik thuis kwam te zitten, had ik zelf nog een boot en toen had ik echt zoiets van, ja, wat ga ik doen? En de boot die ik had, kon ik niet meer varen met het gezicht wat ik had. En toen heb ik hem eigenlijk weggedaan. En ja, dan val je voor mijn gevoel in een soort gat van, ja, je zit thuis, je hebt niks te doen en dan? En ja, toen ben ik eerst nog wezen kijken voor een klein bootje om gewoon te kunnen varen. En toen in overleg met mijn vrouw, die had zoiets van, ja, maar wat wil je eigenlijk? Toen had ik zoiets van, ja, ik zou ook wel weer wat met mijn handen willen doen. En ik zou ook wel weer een bootje willen intimmeren of een boot willen bouwen. Want dat is iets wat ik altijd al heb willen doen. En eigenlijk was haar reactie van, waarom ga je dat dan niet doen? En ja, toen had ik zoiets van, ja, waarom ga ik dat niet doen? Ik kan dat niet meer zien. Ik zie zelf op dit moment eigenlijk niets meer. Ze noemen dat heel mooi maatschappelijk blind. Ik zie met één oog zie ik alleen maar licht en donker. En met het andere oog zie ik 0,5% ongeveer. Ik heb het bouwpakket eerst een omschrijving gedownload. Om te kijken van, ja, wat behelst het precies en hoe ziet het er precies uit. En dat heb ik met de computer laten voorlezen. En mijn vrouw heeft wat afbeeldingen beschreven. En uiteindelijk heb ik gezegd van, nou, ik ga het gewoon proberen. Dus toen kwam er een heel pakket hout binnen met allemaal onderdelen. En al die onderdelen die zijn gestickerd. Hier staat een apparaat, die kan ik een foto mee maken. En dan leest die voor wat er op het stickertje staat. Waardoor ik eigenlijk weet welk onderdeel ik in mijn handen heb. En zo ben ik dus eerst alle onderdelen gaan sorteren. Dus echt alles van het interieur heb ik apart gezet. Zo van, dat heb ik nog niet nodig. Alle onderdelen van de uitgang heb ik apart gelegd. De onderdelen van de kiel heb ik apart gelegd. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen. En volgens de bouwomschrijving zeggen ze van, bouw hem op z'n kop. Maar dan moet je de bouwmal die erbij zat, moet je dan helemaal uit gaan zetten. Moet je uit gaan meten, waar zit de waterlijn, hoe hoog moet die staan, staat die recht. Nou, dat is voor mij zo moeilijk om dat allemaal uit te meten en uit te puzzelen. Dat ik begonnen ben met gewoon de kiel van alle onderdelen van de kiel samen te stellen en te plakken. En die heb ik eigenlijk gewoon rechtop op de grond gezet. En daar ben ik spanten op gaan bouwen. Dus toen ben ik met behulp van mijn vrouw uit gaan zoeken van, waar beginnen ze met tellen met de spanten. Want er zitten wel stenen stickers op spant 1, 2, 3. Maar ja, beginnen ze voor of beginnen ze achter? Want ik had wel een beetje een idee hoe je eruit kwam te zien, maar ja, niet exact. En toen ben ik eigenlijk eerst alle spanten er gewoon een beetje los op gaan zetten. Zo van, nou, welke moet waar komen. Dit is het waar ik nu ben. Dat is het resultaat van zeg maar 2 jaar werken. Eén dag in de week werk ik om een aantal redenen. Ten eerste is het heel erg vermoeiend om op de tast zo'n boot te bouwen. Dus ik werk de ene dag en de volgende dag moet ik echt bijkomen. Van oorsprong is het een zeilsloep. Dus er zat ter hoogte van vooraf gezien het derde spant uit mijn hoofd. Derde of vierde spant. Zat een dicht schot. En daarvoor zat dan een ruimte waar je het zeil in kon laten zakken. Dat heb ik opengezaagd. En het hele voordek heb ik eigenlijk weggezaagd. Waardoor ik voorin een rondzit kan creëren. Achterin zaten links en rechts zitten 2 banken voor tijdens het zeilen dat je links of rechts kan zitten. En daarvan twijfel ik nog of ik dat zo laat en met de helmstok ga varen of dat ik zeg ik maak daar ook een rondzit en ik maak een stuurkolom. Maar ja, dat is iets wat ik eigenlijk nog niet exact weet. De boot is voorbereid met een bun voor een buitenboordmotor onder het achterdek. Die heb ik tot nu toe gemaakt zoals die bedacht is. En dan is hij bedacht voor een benzine buitenboordmotor. Zelf twijfel ik alleen of het benzine wordt of dat ik elektrisch wil gaan varen. Voor het varen zelf moet er eigenlijk altijd iemand mee. Dat is ook de reden dat ik twijfel tussen een helmstok en een stuurwiel. Met de helmstok heb ik zelf iets meer gevoel van wat de boot doet. En als het weer goed is en ik heb een goede dag dat mijn zicht een beetje
een beetje oké is en afhankelijk van zonlicht en reflectie op het water, kan ik wel bijvoorbeeld zien waar het water is en waar de kant begint. Dus ik kan wel zelf een beetje koers aanhouden. De boot is voor mij, naast dat ik het leuk vind, is het voor mij echt een uitlaatklep. Om even, ondanks dat ik het niet zie en dat ik het allemaal op de tas doe, vergeet ik eigenlijk een beetje dat ik het niet zie als ik met de boot bezig ben. Het is zo'n grote hobby dat het voor mij echt even een momentje voor mezelf is. Een momentje niet stilstaan bij dat je het niet ziet. En gewoon even lekker bezig zijn. Tot het moment dat je natuurlijk ergens je hoofd tegenstoot of je hand stoot. Want het gaat niet altijd goed. Maar over het algemeen, als ik bezig ben, dan vergeet ik gewoon dat ik het niet zie.